Heel wat wachtende jongeren in de gang, allemaal willen ze graag een rol in Deadline 1410. Een screentest is de eerste hindernis die ze moeten overleven. Ben je zenuwachtig? Altijd een beetje wel, misschien. Hè. Nu op dit moment niet, maar ze biedt misschien wel. Wat verwacht je ervan? Wat ga je moeten doen, denk je? Improviseren, denk ik, is er gezegd geweest. En voor de rest weet ik het niet. De makers van Deadline 1410 zijn op zoek naar een aantal jongeren voor een toch wel belangrijke rol. De reeks is draait rond de verdwijning van een 14-jarig meisje die heel Antwerpen in de aanloop naar de verkiezingen beroert. En we zoeken eigenlijk dat meisje dat verdwenen is, als actrice dan. En ook haar vriendin die daar ook een belangrijke rol in speelt. Het is zo dat dat meisje via flashbacks en zo toch heel aanwezig zal zijn in de reeks. Er zijn geen teksten om in te studeren, het is allemaal improvisatie. Ze moeten spontaan zijn, ze moeten zichzelf zijn. Vandaar ook dat we geen tekst gegeven hebben die ze moesten studeren om het allemaal een beetje fris te houden. Maar vooral dat ze zichzelf zijn en op die manier ons konden overtuigen om dat personage te worden, als het ware. Voilà. Wie er uiteindelijk de rol te pakken heeft, zal je in het najaar van 2012 op het televisiescherm kunnen zien.